verslaafd aan filmsterren. Dat is mijn voorstelling. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou durven. Zo op het podium gaan staan. Maar er zijn mensen die me gezegd hebben, ja, doe maar. Jens en Donker bijvoorbeeld, of Fokke van der Meulen, een baas van het Comedy Café, de Joker. Maar je wou natuurlijk zelf ooit acteur worden. Is het dan nu een klein beetje gelukt voor jou? Om, er komt acteren bij, omdat je natuurlijk speelt dat 100 keer. Er komen moppen terug en die moeten dan nog eens opnieuw vertellen. En die dan vertellen alsof je die de eerste keer vertelt. Ja, dat is soms toch wel acteren. En kriebelt het dan wat om dat toch nog meer te gaan doen? Nee, ik denk het niet. Hè. Omdat ik vertel nu alles wat ik heb meegemaakt met filmsterren. Dat is echt wel het boeiendste dat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik heb ook wel andere dingen meegemaakt, maar daar kan ik in het publiek niet over praten. Dit zijn de leukste verhalen. En mocht ik nu nog een show maken in Verslaafd 2 of zo, dan zijn dat de tweede leukste verhalen. Maar ja, dat is minder goed. En voor minder goed ga ik niet. Ja, dit zijn de beste verhalen en de beste moppen en de beste filmpjes ook. Je krijgt 33 filmpjes, meestal filmsterren in de hoofdrol. Op een ludieke, grappige manier. Nee, beter dan dit wordt het niet. Dus de mensen, mochten ze nu denken van ja, we wachten wel op zo'n tweede show, niet doen. Nee, de eerste show, dat is het en dat zal het blijven. Ja, de meeste voorstellingen zijn uitverkocht, maar we hebben nieuwe grote zalen bijgeboekt. Trixo in Hasselt, Cursaal in Oostende, Play Zuid in Antwerpen en de Capitool in Gent, daar zijn nog tickets voor. Dat zijn grotere zalen om te vullen. Toch ja, een klein beetje een ster geworden. Ja, ster. Nee. Nee, maar het is wel zo dat je treedt op en die mensen... Ja, die zijn hier alle 700, komen die af, moeten die parkeerplaats zoeken. En dat is in de cinema ook wel zo als je een film maakt. Maar nu is er is direct contact en dat is echt plezant. Want de mensen weten ook niet wat ze moeten verwachten. Hè. Is dat nu een comedyvoorstelling of gaat die gewoon over zijn leven vertellen? Of gaat die gewoon heel saai, weet ik wat, ernstige dingen vertellen? Ja, het is comedy, voor alle duidelijkheid. Ja, je vertelt ook wel dingen uit je leven, daar moeten de mensen voor komen kijken natuurlijk. Ja. Is het kwetsbaar dan? Zeker kwetsbaar, maar ja, dat zit gewoon in mij. Af en toe vertel ik wel eens graag over mijn successen, maar ik vertel eigenlijk even graag over mijn missers. En die zijn ook talrijk. Ik vind het altijd interessant als mensen zich kwetsbaar opstellen. Ik heb ook graag mensen die zich kwetsbaar opstellen, dus doe ik dat zelf ook. Dus ja, kwetsbaar is het juiste woord. Maar het is toch vooral lachen, denk ik. Dat mag ik niet verklappen, maar ik dans in de show. En ik zing in de show. Nee, er wordt zeker, ja, ze hebben de keuze. Er is een versie van de voorstelling met zingen en er is een versie van de voorstelling zonder zingen. Die kiezen altijd de versie met zingen. Zo raar. Sorry, ja. Ik had mijn hand bij niet zingen opgestoken. Bij niet zingen, ja, dat is niet sympathiek. Ja, ook. Maar ze kiezen altijd de versie met zingen en dan ben ik blij. Maar ik kan de mensen ook geruststellen, het is beperkt zingen. Ja, nou. Wat wij bij Cinevox natuurlijk willen weten is, wanneer zien we nog eens een film? Ja, als de show gedaan is. Hè. Ik heb zin om te regisseren. Dat is al iets. En de Vlaamse films hebben geweldig gescoord. Dus ik voel dat het klimaat terug rijp is en dat geeft mij ook veel meer zin om na te denken. Maar het zal nog even duren. Als ik nog een film maak, en dat zal waarschijnlijk gebeuren, moet het wel heel, heel goed zijn om te kunnen wedijveren met nieuwe talenten. Maar voor alle duidelijkheid, Zillian wint nog niet tegenover u. Ja, Zillian heeft het fantastisch gedaan. Hè. Ik denk dat hem nu om 700.000 kijkers ziet. Maar ja, Loft was 1.196.000. Ja, dat gaat hem niet meer inhalen. Maar dat is niet erg. Robin Plant is nog jong. Die gaat dat zeker en vast mee in zijn volgende films nog inhalen. En als het Robin Plant niet is, zal het Lucas Dont zijn of Adil en Belala. Dat ooit gaat dat record sneuvelen. Maar op dit moment staat het er al 14 jaar. En het vorige record was van Coco Flanel. Dat heeft 19 jaar stand gehouden. En met zijn 1.089.000 kijkers. Niet dat ik ermee bezig ben met die cijfers, hè, maar blijkbaar wel. Ja. Cinema.